sorry. Ja, de trein was weer te laat, echt. Jeetje meer. Vertraging de hele tijd. Verschrikkelijk. Je woont nog geen in Utrecht. Ja. Hoe kan het toch? Auto. Luide aanhanger. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een afweging maken. We gaan onze grootste irritaties over de trein even goed blootleggen. Maar ook de positieve kant. We gaan niet helemaal met de rails gelijk maken. Nee. Laten we maar eerst beginnen met de positieve punt. Ja, de kind heeft iemand aan. We gaan beginnen met de positieve punten. Die hebben we niet, dus we gaan gelijk naar de negatieve punten. Precies. We hebben wel positieve punten hoor. Want ja, als je met de trein reist, kun je natuurlijk gewoon andere dingen doen. Zoals je ergeren aan medepassagiers. Precies. Hartstikke leuk eigenlijk. Want niks zou je van zelf rijden. Je kan gewoon zitten en niks doen. Genieten van de grapjes van de conducteur. Precies. Oeh, goed hoor. Ja. Deze trein zou op u wachten. Dus doet u rustig aan. En breek niet uw nek op de roltrappen. Ja, de trein is uitermate geschikt om gewoon aan het werk te gaan. Omdat er gewoon wifi is in die trein. Je bent altijd verbonden. En die snelheid is ook altijd top. In deze tijd gaat iedereen volle bak op internet. En het sociale aspect is ook belangrijk. Want dan word je eigenlijk ook gedwongen om een praatje met elkaar te gaan maken. En daarom doet NS de verbinding soms wat slechter maken. De scooter. Waarom zijn er zoveel scooters in de trein? Ja, gelukkig hoef je niet zelf te rijden. Maar ja, als je de trein dan echt een keer op tijd nodig hebt. Storing, vertraging, werkzaamheden. Elke keer. Ik ga nooit met de trein. En nu ga ik een keer met de trein. En dan heb je dit. Dat is heel irritant. Ja, omdat ik net een weekend mijn tante Annie opzoeken. Ja. Zijn ze weer bezig aan het spoor bij Emmen. Moet je weer in die bus? De bus vind ik echt vervelend. En dat klopt als een bus. Ja, ja, maar natuurlijk mooi. Zo'n OV-chipkaart met studenten-OV dat we gewoon gratis kunnen reizen. Maar als je dat net niet hebt of je gaat in het weekend reizen als je een week-OV hebt. Of iets anders in die kant. Ja, dan is de treinreis natuurlijk hartstikke duur. Vooral als je uit een uithoek moet komen. Dan zit je ook nog 3 uur in de trein. Dan ben je zo 50 euro kwijt. Moet je ook nog overstappen tussen 3 verschillende vervoeren. Hoe is het daar dicht of zo? Dat daarom alle auto's niet langs rijden, maar hier. Dat lijkt me inderdaad. Ah, en dan wel het grootste pluspuntje natuurlijk. Voor als je zo'n milieuactivist bent zoals jullie. Niet al die CO2-uitstoot van al die auto's die nu langs rijden. Dat is vet vervelend. Gewoon met de trein. Maar als je nou een elektrische auto hebt. Nu op treinen. Okay. Nou goed, dit zijn dus de voornaamste plus- en minpunten. Ja, dan moeten we toch maar. Nu niet hier vegen. Ik denk dat er heel snel een auto moet. Dit was de video. Like als je het leuk vond, abonneer op dit kanaal en tot de volgende keer. Maar we moeten nog echt de afweging maken. Hè? Dat is echt. Met alle voor- en nadelen bij elkaar afgewogen, die we net allemaal besproken hebben. Ja, wat kunnen we eigenlijk concluderen, jullie? Ja, weet je, openbaar vervoer is natuurlijk een prachtig systeem. Het is goed voor het milieu, het is goed geregeld. Hoewel heel veel mensen zeggen dat het niet zo is, is volgens mij de NS toch wel echt een van de betere treinvervoerders van de wereld. Ondanks alle irritaties denk ik toch dat het positief is. Goed gedaan, NS. Coming your way, we zijn trots. Bladblazers.